In het begin dacht ik ook nog van, ja, dat ze uit de prullenbak eten. Hoi, ik ben Ranté en vandaag gaan we Tweede Wereldoorlogsgerechten koken. Ik heb eerst een vraag aan jou. Tweede Wereldoorlog, wat aten mensen? Wat zou je dan als eerste zeggen? Wat heel veel mensen zeggen, eerlijk is eerlijk. Ja, iets uit de prullenbak, want toen was er hongersnood. Omdat we heel soms bij geschiedenis, als het gaat over nazi's en zo, dan stond er van Adolf Hitler veroverde heel Nederland. En dat er toen hongersnood was. En toen zag je gewoon kinderen uit de prullenbak eten. Dus. Ja, ook uit de prullenbak, dat klopt. Maar heb je wel eens van tulpenbollen gehoord? Ja. Tulpenbollen. Kijk eens wat ik hier heb. Wil je ze proeven? Oké. Ja. En toen mocht ik tulpenbollen proeven. Maar het was niet echt heel lekker. In de oorlog zeiden ze, je moet echt niks weggooien. Je moet alles wat je kunt eten, moet je opeten. Nou, en wij gaan dus nu broodkoekjes maken. Ja, broodkoekjes. Een kaas. Een bieslook. Dat zit als een kruidenkaas. Zuurring. Melk. Brood en ei. Wat ik eigenlijk vooral altijd wil laten zien aan mensen is hoe creatief iedereen was en hoe vindingrijk iedereen was. Ja, om met die schaarse middelen toch nog een voedzaam, maar toch ook een beetje lekkere maaltijd op tafel te zetten. Ik dacht dat het iets van een soort van papje was of een soort van soepje. En ja, het is heel, heel mooi geworden eigenlijk. Het ziet er wel echt wel lekker uit. Voor de eerste keer koken uit de Tweede Wereldoorlog vind ik het niet slecht. En met aandacht en een beetje liefde zat erin. Dus ik vind het heel goed gedaan. Is het niet prachtig? Kijk eens even. Zelf gemaakt. Ik vond het zelf heel leuk. Omdat ik nu veel meer heb geleerd over wat ze toen aten. En een beetje dat ze heel erg creatief waren eigenlijk. Want ja, ik denk niet dat ik het ooit zou kunnen weten om zoiets te maken. Ik ben niet tevreden, maar ik ben heel tevreden.